In Music and Murals nemen Caspar en Niels van Studio Giftig je mee in de wereld van de street art. Iedere aflevering vertalen ze een lied van een bekende Nederlandse muzikant naar een unieke muurschildering in de stad die verbonden is aan deze artiest. Welkom bij Music and Murals. Vandaag wordt koers gezet richting Goes, waar niemand minder dan Raccoon de heren aan de zogeheten bierkade staat op te wachten. One party to call, two people, one pause, and no memory at all. There's just a waiting list. Some yelling, some hey. Goeiedag, goeiedag. Kasper. Hey. Ik ben Bart van de band Raccoon, ik zing daarbij. En ik ben Dennis van de band Raccoon en ik speel gitaar. Raccoon is een Nederlandse band die actief is sinds 1997. Waar de band in de beginjaren zich vooral toelegde op Engelstalige rock, verschoof de focus zich met de jaren richting een rustiger singer-songwriter-repertoire. De Engelse nummers maken nu ook regelmatig plaats voor Nederlandse liedjes. Hun grootste hits zijn onder andere Love You More, No Mercy, Oceaan en Het Is Al Laat Toch. Hey, tof om jullie te ontmoeten. We zijn hier naar Goes toegekomen om met jullie te hebben over het nummer wat jullie willen aandragen dadelijk. Trouwens, fantastisch, dankjewel. Wij voelen ons zwaar vereerd dat wij worden gekozen door jullie met een van onze liedjes. En ik hoop dat goed gaat komen. Dat heel erg fantastisch tof gaat blijven. Ja, goed om te horen. Wij doen geen beloftes, maar nee. We doen ons best. Ja. Kunnen jullie iets vertellen over Goes? Want inderdaad, is er een bepaalde link tussen de locatie waar we nou staan, tussen Goes en tussen Raccoon? En waar komen ze vandaan? We zijn hier geboren en getogen. Ja. En het feit is dat we elkaar in de kroeg hebben ontmoet tijdens een paar potten bier. En in een van de enige plekken in heel Goes waar je samen muziek kan maken en ook kan optreden. En dat is het Beest. Ah, daar hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet ook? Nou, qua muzikaal wel. Daarvoor kenden we elkaar uit de eigen kroeg. Ja, ja. Maar daarna allemaal in verschillende bandjes gezeten eerst. Ah. En toen kwamen we er op den duur, dan blijft er wat drijven en er zingt wat, weet je wel. En we hadden al snel door, zo, dat gaat hem wel worden. Ah. En dat was ook dezelfde soort muziek die jullie maakten toen al? Of? Zeker niet. Nee, ik hoorde hun spelen. Zij kwamen altijd net na ons. Dat is vette muziek en wat een kutzanger. Dus dat werkte op. Probeerde ik mezelf tussen te wurmen. Dat wilde ik wel, maar dat durfde ik niet. En toen kwam hij naar mij toe. Van, zou je misschien eens willen komen zingen? Ja. Ja, lastig, druk, weet je. Ik weet niet. Oké. Nou, zodoende. Ja, vet. Wel fijn. 25 jaar later. Ja. Ja. We zijn begonnen met dikke vette hardcore, emo hardcore muziek. En nu maken we de kleine liedjes van Raccoon. Ja. Ah. Jullie zijn met z'n tweeën eigenlijk de vaste formatie vanaf dag één, om het zo te zeggen. Ja, met z'n tweeën zijn we begonnen. Ja. Ah. Ja. De muziek van Raccoon, hoe ontstaat die? Is er een bepaalde manier, is er een soort vaste rolverdeling hoe die muziek wordt geschreven? De muziek of de tekst? Of, ja, dat is veel meer losser geworden door de jaren heen eigenlijk. Ja. Heel in het begin begon het met een muziekski. Ja. Waar hij dan een zanglijn overheen probeerde te metselen, zeg maar. Ja, ja. En nu is het veel, kan het een twee noten zijn, of hij heeft al een hele tekst klaar, of een melodie, of het kan van alles zijn wat het begin kan zijn van van een liedje, zeg maar. Ja. Ego's aan de kant en het gaat om wat het mooiste is eigenlijk, dat is wel de insteek. Ja. Ja. Hey, het beest is waar jullie elkaar muzikaal hebben ontmoet, kunnen we daar even gaan kijken, om een beetje de context van Raccoon ook. Ja, tof. Ja? Ja. Ja, dan gaan we het daar even over het nummer hebben. Wat gekozen is. Oké. Okay. Ja? Ben benieuwd. Ja hoor. Prima. Rob. Yes. Hoog tijd om naar de plek te gaan waar de roots van de band zich bevinden. Om te kijken waar het succesverhaal van Raccoon zich vanuit een woelig punkverleden ooit heeft ontpopt tot de huidige status. Er is verrekte veel te zeggen. We zijn hier in Beest, wat dus voor jullie begon, ooit, als Raccoon. Ja. Het nummer wat we gaan gebruiken voor de schildering gaven jullie aan dat we daar de vrije keuze in hadden. Normaal gesproken wordt je aangedragen, maar we vonden het ook wel interessant om er zelf naar te kijken. En we hebben graag het nummer De Held en de Lul. En zo zaten ze daar, even niemand verwijtend. De held en de lul, zo broederlijk zwijgend. Een grijns op een smoel. Die barmeid, ze draaide maar door. Het kwam bij ons allebei binnen, inderdaad. Die voelden we gewoon meteen toen we hem hoorden ook. En nice. Ja, we hebben alleen de live versie gehoord eigenlijk gewoon, maar die kwam inderdaad wel heel hard binnen. Ja. Hij komt nog op plaat ook. Hij komt erbij. Kijk. Ja. Tof. Dus, toffe keuze. Ben ik heel blij mee zelfs. Ja, het gaat over mijn pa eigenlijk. En
En zijn laatste beste maat. Ik was op een verjaardag voor mijn vader. Ondertussen alweer 3 jaar geleden. En pa, heb je het naar je zin? Vroeg ik aan hem. Toen zei hij, kijk nou eens om je heen, jongen. Kijk nou eens om je heen. Dus ik keek om me heen. Er zaten alleen maar vrouwen aan de ronde tafel en aan de bar. En het biljart was weggehaald. En weet je wel. Want als vrienden waren dood. Alleen maar vrouwen waren erover. Die zijn schijnbaar sterker dan mannen. Of die hebben minder te verduren tijdens het, die vrouwen. Daar kan iets aan mee. Wat het ook, hoe het ook zij. Hij was de enige die nog over was, onze Kees. En Kees die ging ook. Die ging ook dood. Toen had hij helemaal niks. En ik had een stukje de held van de stad. Loopt soms op zijn sokken. En de lul van de stad, die maakt niet altijd die brokken. Het is lastig voldoen aan een titel als held van de stad. Maar dus ook als lul van de stad, weet je wel. Ja. En daar moest ik aan denken, want die hadden elkaar lang geleden ontmoet. Echt lang geleden. Zo'n jaar of... Een jaar of 40 geleden hadden we elkaar leren kennen. En dat waren echt niet de meest vanzelfsprekende vrienden, maar dat werden de beste maten. Oh. En toen, ja, die tekst die kwam toen Kees dood was, die kwam zo. Die liep uit mijn pen. Dat was af. En dat stukje tekst had je al van de held, hè? De held, ja, dat was een stukje wat ik al had, maar dat waren 2-3 zinnen. Oh. Oh. En ik wist niet wat ik daarmee aan moest. Oh. Was de held en was de lul dezelfde persoon op de kruk? Of weet je wel, ik wist nog niet wat ik wilde. Oh. Maar ja, toen Kees doodging, toen... boom! Alle emoties in één keer eruit. En zijn zoon, de zoon van Kees, is ook een van mijn beste maten, dus... Oh. Als die het kan zien en die kijkt naar beneden, dan zou die het prachtig vinden. Ah, ja, super tof. Wij gaan daar sowieso iets mee kunnen. Ja, ja, zeker. Super gaaf. Ja. En dan gaan we nu denk ik naar de plek waar het allemaal gaat gebeuren. Ja, we hebben vanuit Goes hebben wij een muur aangeboden gekregen. Inderdaad, heel toepasselijk hier bij de achterzijde van het beest. Hè. We kunnen er even naartoe gaan. Ja, yes. De 6 meter hoge en maar liefst 27 meter lange muur bevindt zich aan de achterzijde van Poppodium Het Beest en ligt aan een van de drukkere fietsroutes in het centrum van Goes. One party to call, two people. Dit is de muur dan, Het Beest. Ja, tof. 27 meter bij 6 meter. Wordt gewoon het canvas voor de schildering. We kunnen wat kwijt, denk ik. Die gaan we op los. Ja, daar kunnen wij ons eigenlijk wel mee vermaken. Nou, heb je bepaalde dingen die je in je achterhoofd hebt? Of als je de muur ziet en je denkt van, dat mag erop? Het nummer in je achterhoofd? Van alles, maar... Nee, jullie hebben carte blanche. Carte blanche. Ja. Shit. Moeten wij zelf iets gaan bedenken? Ik heb mezelf het voorgenomen om, als jullie bezig zijn, ik ga niet kijken. Nee, blijf even weg. Hebben jullie nog een bepaald iets dat je zegt van, het lijkt ons tof als het misschien heel klein... Iets verwerkt wordt, zeg maar, wat het echt... Wat je eigenlijk maakt. Wat je eigenlijk niet ziet, misschien als je beeld zo ziet, maar als je het weet en je gaat kijken dat er ergens net iets staat. Ja, dat poppetje misschien. Ja, het manneke van, de clip. Het is geen videoclip bij De Held en de Lul, maar die komt terug bij al onze Nederlandse liedjes. Ja, precies. Ja. Dat is gewoon mijn manneke die uitwerkt. Dat pengetekende poppetje die... Hey, super bedankt dat jullie hier zijn geweest. En dat we elkaar over een paar weken weer ontmoeten. Alleen dan ziet het er hier toch wel anders uit. Oh. Ik ben heel erg benieuwd. Jullie bedankt voor de eer. En ik ben heel benieuwd wat jullie van De Held en de Lul gaan maken. Thanks. Okay. Hey. Top. Terug op Brabantse bodem wordt het tijd om alle opgedane Zeeuwse indrukken om te zetten in een beeldend concept. De Held en de Lul. Wat kunnen we ermee? Maar de kern van het nummer is wel gewoon van, we zijn allemaal een held en allemaal een lul, maar het waren gewoon twee mannen die op zich best wel van elkaar verschilden, mm-hmm. maar ergens ook wel heel veel overeenkomsten hadden en juist het gezamenlijke terugvonden in de kroeg. Ja. Hè, allebei die barvrouw interessant vinden, allebei gewoon bezig met elkaar proberen te overtreffen, allebei lachen om die scheet. Hè, de... Als we gewoon eens een setting gaan maken, in een café, in een kroeg, met twee van die vrienden. Ja, dan moeten we twee oude mannen zien te charteren. Denk dat ik er wel twee ken. Ah, ja. Denk dat we misschien dezelfde in ons hoofd hebben.
Het wordt tijd voor actie. De heren keren terug richting de Zeeuwse Kontreien om zich de komende dagen toe te leggen op de mural van De Held en de Lul. Wij zijn het podium wat echt helemaal centraal in Zeeland ligt. En qua status en grootte heb je in Zeeland het Beest en in Middelburg de Spothuil. En volgens mij is Raccoon de band uit Goes. Ja, het is gewoon een onwijze eer dat onze gevel zo'n prachtige mural krijgt. Die niet alleen iets toevoegt aan onze stad en aan deze mooie gevel, aan ons podium. Maar ook heel mooi iets doet met Raccoon, de band uit Zeeland. Ja, Poppodium Beest heeft natuurlijk een lange historie in Goes. Ze hebben natuurlijk al jarenlang spelen hier bandjes die later ook in sommige gevallen heel groot worden. En ja, er spelen natuurlijk de allermooiste bandjes. Dus ja, ik denk dat het Beest een hele belangrijke positie heeft in het, ook in het Goese uitgaansleven. Ja. Tijdens de afgelopen periode hebben de mannen van Raccoon bewust het Beest gemeden, omdat ze zich voor het eindresultaat totaal wilden laten verrassen. Vandaag is het dan zover en zullen de bandleden voor het eerst hun reactie geven. Zijn we weer? Ja. Oh, het zal resultaat. Zal mij benieuwen. Ja? Helemaal kut. Ja, ik denk het wel. Een grote kans. Nog niet stiekem langs geweest? Nee, we hebben ons helemaal afzijdig gehouden, tenminste ik. Ah. Me, myself and I. En jij? Ik ook. Ja, ik heb wel een paar appjes gehad, maar weggeklikt en nee, ik heb er niks gezien. Dus, nou, voor het eerst wel echt. Ja. Dan, mogen we? Dan ga ik vooral kijken, dat ik zeg. Ja. Hier de hoek om. Wauw, man, die is fantastisch. Fantastisch. Ja, echt. Ja, mooi. Respect. Echt respect. Vaak wow. Gedaan, man. Wauw! Een paar dingen nog erin verstopt. Bij die tap ook. Die kleine Easter eggje. Die tekening bij je tattoo. Ja, die moest. Ik kan hier wel een keer omheen lopen om die egg. En dan hier bij de lul eigenlijk, hè, het glas leeg en bij de helft het glas vol. Beetje van, hè, het glas half leeg, half vol. Ja, die eigenlijk, hè, de helft, zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk meer de herinnering. Oh, ja, die doen het. Oh, man. Ja. Smeren en dan zijn verdrietige smoel. Ja. En hij nog lachen, hij zit gewoon weer te reminissen. Ik heb gewoon een traantje in mijn ogen. Foei. En de tap hier. Een paar kleine verwijzingen erin. De wasbier. De wasbier. Oh, FIFA. Zo. Een beetje de combinatie tussen de herinnering en tussen het moment aan zich inderdaad. Echt zo mooi. Gewoon een kus op zijn wang. In zijn droevige ogen. Nadenkend over hoe fantastisch het was en hoe hard hij je mist. Oh. Ja, en ze staan zelfs hier. Degene die model hebben gestaan. Die zijn hier. Schilderen staan hier. Domme. Dankjewel, man. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Fantastisch. Ja, dankjewel. Ja, Dennis. Echt supermooi, man. Hey, ik ben Bart. Hey. Hartstikke leuk. Hallo. De held van de stad, die loopt soms op zijn sokken. En de lul van de stad, die maakt niet altijd die brokken. Het is lastig voldoen aan een titel als held van de stad. Hij heeft nul energie om zijn vinger te wijzen. Nee, niet meer de jongste en zijn haren steeds grijzer. De held van de stad, oh de held, die heeft het even gehad. Bij een barmeid die lekker haar kont en haar plaatjes draait. De held die is er eventjes tussenuit genaaid. Eventjes zitten op die kruk van de lul van de stad. En de lul van de stad, die ziet de held op zijn plekkie. Zijn bier en zijn peuken, man, dat is zijn stekkie. Maar hij ziet ook de held, zijn verdrietige bekkie. En hij zwijgt. En de held zegt hardop, wat moet ik nou, man? Want iedereen die vindt er toch wel het zijne van. En wie ben ik dan
om te bepalen wat wel en niet kan. En zo zaten ze daar, even niemand verwijtend. De held en de lul, zo broederlijk zwijgend. Met een grijns op hun smoel, want die barmeid, ze draaide maar door. En zorgen, daar heb je morgen weer voor. De volgende keer gaat Studio Giftig richting Zwolle, waar zij opnieuw de uitdaging aan zullen gaan. Jullie zijn echt een stelletje helden. Dit is het mooiste wat er ooit voor ons is gedaan eigenlijk. We'll be right back.